De positie van de zorgverleners is er bijzonder slecht aan toe op de dag van de arbeid. Dit zegt vakbondsleider van de vakcentrale C47, Robbie Narendorp, tegen onze nieuwsdienst. De vakbondsman is van mening dat de positie van de werkende klasse steeds erger wordt. Narendorp legt de nadruk op de positie van de zorgverleners, omdat hij van mening is dat deze groep het meeste ontberen heeft tijdens de COVID-19-pandemie. Als het aan Narendorp ligt, verdienen zorgverleners vandaag de dag meer dan een schouderklopje. Maar de rode draad, zeker wat dit jaar betreft, is de kwestie van de positie van de zorgverleners in deze derde golf pandemie. Die positie is enorm. Ondanks alles, ondanks alles, kunnen we niet nalaten hoeveel steden recommand, omdat deze dag niet zomaar is uitgekozen. Broer, er is voldoende strijd geleverd om de positie van de werkende klasse te verbeteren. We weten welke strijd er geleverd is en ook nog, omdat er een aantal zaken nog zijn die wereldwijd, dus wat betreft de positie van de recommands, nog verbeterd moeten worden. Desalniettemin, de versterking, ze hebben recht op die dag. Jammer dat we dus niet als de jaren 80, 90 grote bijeenkomsten konden houden. Of, ja. Maar we hopen dat we dus die periode weer zullen hebben. Dat we dus als we komen bij elkaar komen om deze belangrijke dag te gedenken. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat het ministerie voor grote uitdagingen staat in deze periode. De COVID-19-pandemie heeft vele obstakels met zich meegebracht die moeilijk weg te werken zijn. De grootste uitdagingen in deze regeerperiode is ongetwijfeld de creatie van werkgelegenheid, evenals een evenwichtige spreiding en verdeling van inkomens. Het ministerie is reeds bezig met de modernisering van onze vacaturebank. Ook zullen de verschillende werkarmen op zeer korte termijn beginnen met verschillende vaktrainingen, afgesteld op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken staat op deze dag ook stil bij alle slachtoffers die COVID-19 heeft geëist. Ik wil u aanmoedigen om niet op te geven. Samen komen wij er zeker uit. Ieder probleem, gevaar of crisis die op ons afkomt, moet u zien als een leermoment om aan te grijpen voor het maken van stappen voorwaarts. Kuldeep Singh zegt dat de samenleving ondanks de moeilijke situatie hoopvol gestemd moet blijven. President Chandrika Prasad Santokhi stelde vandaag in een statement dat de economie goede tijden tegemoet zal zien. Hij ontkent niet dat de positie van de werkenden nog slecht is. Het staatshoofd garandeert dat er een oplossing komt voor een ieder die in moeilijk vaarwater zit.